Reiners. En een goede paas, want De Vries komt van eigen helft. In het centrum is Kleten. Kleten wacht. Kleten. Score. Op de seconde, 6 minuten gespeeld. En net als vorig seizoen toen PSV snel op achterstand kwam door John Lindford. Gebeurt nu hetzelfde. De lange paas van achteruit en Richard De Vries is van eigen helft gestart. Kijk naar Kleten in het centrum. Die zegt waar hij de bal hebben wil. En gegrabbel van Breukelen, de score voor Fortuna. En Hiddink wist van tevoren dat het lastig zou worden. Vanenburg, Lerby, Koeman. Natuurlijk een belangrijke driehoek bij PSV. En daar valt de bal voor Gerald Vanenburg. Hesp is er op tijd bij. En dan ontstaat er een scrum. Met Hesp als onderliggende partij. Bal viel zomaar. Goede paas dus van Vanenburg. Van Koeman voor Vanenburg. Ja, en dan had het toch eigenlijk al gefloten moeten zijn. Of misschien was dat ook wel zo. Romario. Koeman, ruimte voor een schot en lastig genoeg, want het stuitte op voor Hesp. Dus uiteindelijk goed gedaan van de doelman van Fortuna. Lerby wordt door niemand benaderd. Koeman schept zich ruimte voor een schot. Goede reactie Hesp. Trap duwt. Vanenburg, Van Aarle. Gerets. Oh, een forse overtreding. In de loop aangetikt. En dat betekent geel voor De Vries. En dat is gezien deze herhaling meer dan terecht. Gerets. Nu mag PSV dus nog hopen. Met nog minder dan 20 minuten voor de boeg. Maar ja, Lerby krijgt ruimte om uit te halen. Schitterende reactie van Hesp. En is het woede of teleurstelling bij Lerby? 25 meter. En een streep. Maar dan is daar Hesp. De Vries. De Vries nog steeds ook langs Van Aarle, Richard De Vries. En Kleten was helemaal vrij voor Van Breuk. Laatste seconde van de officiële speeltijd tikken weg. En Van Breukelen is mee voorin in het strafschopgebied voor Hesp. Fortuna vraagt om een wissel. En die wordt toegestaan. Nieuwe tijdwinst. Arnold Griffiths langs de kant. En Pierre Tol naar de kant. Grensrechter terug op zijn plek. Komt die corner. Duwt het hoofd eronder. Heinze van Breukelen die de bal toucheert. En Gerets die hem vliest. Van Aarle. Van Breukelen als een haas terug naar zijn eigen doel. Spectaculair duel. Spectaculaire slotfase. Gerets. Duut. Staat. Al 90 minuten lang. Liesdek ook. Als directe tegenstander tegen Romario. Griffith. De Vries. Goed gezien, Kleten aan de andere kant. Griffiths is in het centrum. En daar is de bal ook. Griffiths. Tegen Van Breukelen. En nog steeds fluit van de niet af.
Boesen krijgt de vrije trap tegen. Zal de laatste poging worden van Ronald Koeman om alsnog PSV aan een punt te helpen. En Hesp stopt miraculeus met de voet waar die bal onderweg van richting veranderd werd. Het is meteen afgelopen. En Fortuna wint niet alleen van PSV, maar het is ook nog verdiend. Kijk naar de laatste poging. Koeman, bal via de muur. Hesp was al onderweg naar de andere kant, maar keert nog. 1-0. Na een avond waarin Fortuna aan de nodige klantenbinding gedaan heeft. Van Doorneveld wordt langs de lijn geïnterviewd. En Fortuna brengt de achterstand op PSV terug tot 2 vliespunten.